Goedenavond, dames en heren. De belangrijkste drijfveer van UXIA, het Universiteitscentrum Sint Ignatius Antwerpen, is bijdragen aan meer sociale rechtvaardigheid en een betere samenleving. Een van de domeinen waarmee je verschil kan maken, is dat van onderwijs. Het is dan ook geen toeval dat UXIA uitgerekend onderwijs een prominente plaats heeft gegeven in het lezingenprogramma Grote Vragen, dat het heeft samengesteld voor het stadsfestival Barokke Influencers, dat we samen met de Universiteit Antwerpen organiseren. Als coördinator van het festival wilden we samen met verschillende partners uit de culturele wereld op zoek gaan naar de erfenissen van de barok voor vandaag. Zijn we nog kinderen van de barok? Vandaag worden we nog steeds door heel gelijkaardige vragen in beslag genomen als toen. En op de plek waar we nu zijn samengekomen, hadden Jezuïeten 400 jaar geleden al een college. Hun vorige locatie was te klein geworden, zoveel belangstelling genoten ze. En door toedoen van toenmalig rector Scribani konden ze deze prachtige plek hier bemachtigen aan het Antwerpse stadsbestuur. De Jezuïeten beseften al zeer goed van bij het ontstaan van hun orde dat ze met onderwijs een blijvende impact konden hebben. Hun systematische aandacht voor onderwijs maakte hen ook uniek. Geen enkele andere religieuze orde had dat eerder op een vergelijkbare manier gedaan. Bij de dood van Ignatius waren er al meer dan 30 scholen. Bij de opheffing ervan in 1733 meer dan 800. Die scholen stelden ze open niet alleen voor hun eigen ordeleden, maar ook voor lekenstudenten. En die scholen die richtten de Jezuïeten op daar waar het werk te doen is. Niet toevallig zijn vele colleges gelegen in een grootstedelijke context en bouwden de Jezuïeten zeer recent nog nieuwe scholen in Anderlecht en Molenbeek. Onderwijs had en heeft voor hen ook altijd een belangrijke emancipatorische opgave. En daarmee geven ze ook vandaag nog direct gehoor aan de oproep van Paus Franciscus aan het begin van zijn pontificaat. Uw juiste plaats is bij de grenzen. En als zodanig speelt onderwijs een cruciale rol in het opzoeken van de mensen aan de marge, letterlijk en figuurlijk. En dat willen we vanavond tonen met drie hedendaagse, concrete praktijken die alle voorbeelden zijn van hoe men door middel van onderwijs de kwetsbaren in onze samenleving probeert te bereiken en op zoek gaat naar antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen waarmee we allemaal worden geconfronteerd. Wat zijn de verbindende elementen in een steeds diverser wordende wereld? Vandaag buigen de Vlaamse Jezuïetencolleges zich actief over de vraag hoe ze jongeren tot bewuste, bekwame en bewogen mensen kunnen vormen en hoe ze volgens een bepaalde methode, Ignatiaanse pedagogie in 10 bewegingen, een verschil kunnen blijven maken en inspelen op de noden van vandaag. Daarnaast worden leerlingen in Jezuïetenscholen aangemoedigd om zelf naar de grenzen te gaan en zich in te zetten voor de maatschappij door sociaal engagement. Leerlingen uit het vijfde jaar secundair onderwijs nemen deel aan een sociaal project waarbij ze 40 uren stage lopen bij een sociale organisatie in de buurt, bijvoorbeeld voedselbedeling of huiswerkbegeleiding. En ook in het Vlaamse hoger onderwijs is er de laatste jaren meer aandacht voor integratie van maatschappelijke dienstverlening in het curriculum. Dit onder de noemer van service learning. Service learning is een vernieuwende onderwijsvorm die theoretische kennis aan een concreet maatschappelijk engagement verbindt. Een student doorloopt een praktijkervaring in een sociale organisatie, reflecteert hierover en leert zo theorie en praktijk aan elkaar te koppelen. Met deze onderwijsvorm zoeken studenten bewust de grenzen op doordat ze zich in hun concreet maatschappelijk engagement in het bijzonder richten tot specifiek, vaak kwetsbare groepen
waarbij alle betrokken partijen vanuit een positie van gelijkheid hun expertise met elkaar delen en van elkaar leren. Het is boeiend om bovenstaande evoluties in het Vlaams onderwijs van naderbij te bekijken. En vanuit de oproep van Paus Franciscus om naar de grenzen te gaan, richten we ons op drie kwetsbare groepen in onze samenleving die vandaag met verschillende uitdagingen geconfronteerd worden. Jongeren, gevangenen en vluchtelingen. Heeft de oproep van de paus aan de jezuïeten en bij uitbreiding aan alle gelovigen een duidelijk religieuze inspiratie, dan blijkt uit de concrete praktijken dat die oproep allerminst een hermetische uitnodiging is. Het naar de grenzen gaan mag dan ingegeven zijn door een onmiskenbare religieuze drijfveer. Het is een universeel appel dat alle religieuze gezindten overstijgt. Ik heb het nu al veel over grenzen gehad. Maar wat zijn grenzen? Ze verschijnen ook in zoveel gedaantes. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe worden grenzen productief? Daarover zal Nicolas Standaard u kort iets vertellen. Daarna zal hij een gesprek voeren met onze panelleden die vanuit hun eigen onderwijscontext op een specifieke manier betrokken zijn op en met de doelgroepen die we eerder noemden. Jongeren, gevangenen en vluchtelingen. Zij zullen zichzelf kort voorstellen straks. Ik ben heel dankbaar dat Nicolas Standaard de inleiding op zich neemt en bereid is het gesprek te modereren. U kent Nicolas Standaard allicht als professor sinologie aan de KU Leuven. Maar professor Standaard is ook bestuurder van UXIA en vooral jezuïet. In zijn vele functies is hij altijd erg begaan met ons onderwijs. En jarenlang is hij al van zeer dichtbij betrokken bij de ontwikkeling en uitbouw van service learning als vernieuwende onderwijsvorm. Eind vorige maand is hij nog verkozen tot voorzitter van de Europese Vereniging voor Service Learning in het hoger onderwijs. Heel graag aan u het woord, Nicolas. Wel voor deze vriendelijke inleiding. Mijn introductie zal heel kort zijn, omdat ik echt zoveel mogelijk de collega's die hier aan tafel zitten aan het woord wil laten. Ik ga toch even hun naam vermelden. Om van achter te beginnen, Bob van de Putten, die verantwoordelijke is van CEBICO, dat is de overkoepelende organisatie van jezuïetencolleges. Eddie van de Velde, die hier in de eerste plaats het egiet van Broekhoven College vertegenwoordigt, de nieuwe school die opgericht is in Brussel. Bruno Standaard van GRS, Jesuit Refugee Service. Gerlinde Verbiest, die onder meer docent is van het Corvak Community Service Learning hier aan de Universiteit Antwerpen. En Pieter de Witte, die pastor is in de gevangenis, maar ook docent aan de KU Leuven en daar ook verantwoordelijk is voor een service learning vak. Dan hebt u al een beeld van wie dat hier aan tafel zit. En we gaan een service nog de gelegenheid geven om zichzelf iets meer voor te stellen. Ik zou het heel kort willen hebben over grenzen, hè, want de titel is Naar de grenzen gaan. Wat wil dat eigenlijk zeggen, een grens? Dat is in de eerste plaats een scheidingslijn, een limiet van een grondgebied. Ook in het Engels, als je kijkt naar de etymologie, dat is een frontline of an army en een borderland. Het is vooral in de eerste plaats territoriaal. Maar we hebben natuurlijk heel wat uitdrukkingen die we met grenzen gebruiken. Bewaak je grenzen, waar ligt uw grens? Of ja, de grens is bereikt, hier moeten we stoppen. Je hebt harde grenzen, waar dat je vooral niet mocht oversteken. Maar je hebt ook open grenzen die iets mogelijk maken. In de eerste plaats gaat het vaak over territoriale grenzen, maar we hebben het hier voornamelijk in de eerste plaats over sociale grenzen. Maar je hebt ook culturele grenzen, je hebt ecologische grenzen. En als we zo die scheiding maken tussen binnen en buiten de grenzen, dan zien we dat in beide gebieden
dat daar allemaal uitdrukkingen zijn die zowel een positieve of een negatieve connotatie hebben. In beide gevallen. We gaan zeggen, je moet je eigen grenzen kennen. Dat kan iets positiefs zijn. Maar soms moet je misschien je grenzen overschrijden en iets verder gaan. Maar grenzen moeten gerespecteerd worden. En er is ook grensoverschrijdend gedrag. Het kan grensbeperkend zijn, maar je hebt ook grensverleggende activiteiten. Soms moet je de grenzen scherp stellen, maar anderzijds is het soms goed dat ze vervagen of juist niet goed dat ze vervagen. Je hebt al deze connotaties. En dus dan lijkt het of dat je binnen of buiten de grens zou moeten zijn. Maar wat dat ik zou op willen wijzen, dat is misschien of op de grens te gaan staan. Want we gaan naar de grenzen. In de eerste plaats wil dat zeggen personen die leven in vaak de marges of in kwetsbare situaties binnen onze maatschappij. Maar wat betekent het om op de grens te gaan staan? En daar verwijs ik graag naar Michel de Certeau, een jezuïet, Franse jezuïet, die eigenlijk heel veel heeft nagedacht en geschreven over cultuur en over psychanalyse en over geschiedenis. En die gebruikt vaak, zeker in de beschrijving van Foucault, gebruikt hij vaak de uitdrukking van au bord de la falaise, op de grens te gaan staan. En dat is een soort van tussenin situatie. En de metafoor die hij gebruikt, dat is die van Felix de Kat. En Felix de Kat, dat was een soort van karikatuur, waar dat Felix de Kat die springt, springt, springt op zo'n soort van kloof. En hij zit daar in de ruimte, zoals dat je dat daar ziet. En dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel komt hij terug op de grond, ofwel valt hij in de afgrond. Nu, daar zit je op een grens. Maar wat de pointe is van de Certeau, is dat moment dat je daar in de lucht hangt, dat je eigenlijk op een soort van non-lieu bent. Een plaats die geen plaats is. Maar dat is de plaats van waaruit dat we keuzes gaan maken. En waaruit dat we beslissingen gaan nemen. En dat is een soort van in-between plaats, waaruit de grond van ons bestaan is, waaruit dat we de keuzes heel concreet gaan maken of dat we nu binnen of buiten de grens gaan of hoe dat we vooral met die grens omgaan. En dat leidt dus tot creatieve spanningen. De jezuïeten worden daar vaak mee geassocieerd. Het is uiteindelijk heel gemakkelijk om u te houden aan alle regels, bijvoorbeeld van de kerk of van de maatschappij. Maar het is iets anders dat je op de grens staat en dat je daar keuzes moet gaan. Hoe moet je daar nu precies mee omgaan in die concrete situatie? Vandaar een aandacht hebben voor de ruimte op de grens en tussen de grenzen. Want daar zullen we uiteindelijk onze keuzes moeten maken. En vandaar dat we ook vanavond die op de grens te gaan staan en de betekenis daarvan in het onderwijs iets meer onder de aandacht willen brengen. Ik ga dan over naar het eerste stukje van onze panelgesprek. En ik zou daar eerst willen vragen dat we gaan gewoon het rijtje afgaan, dat we aan ieder eens eventjes kort vragen om zichzelf voor te stellen. En in de eerste plaats even te zeggen, ja, waar dat zij, qua onderwijs dan vooral, of de activiteit, waar dat zij mee bezig zijn. En dan beginnen we bij Bob van de Putten. Goedenavond allemaal. Ik ben Bob van de Putten. Ik werk sinds september 2021 als afgevaardigd bestuurder van CBCO. CBCO is het centraal of was het centraal bestuur van colleges. En ondertussen, en dan komen we direct al tot een eerste topic naar de grenzen, is het centraal bestuur van colleges en Ignatiaanse scholen. Een groep met ongeveer een dertigtal basisscholen en 10 secundaire scholen, waarvan 1 school buitengewoon onderwijs. Later meer daarover. En als basis, er is ook al naar verwezen, hanteren wij ons opvoedingsproject, de Ignatiaanse pedagogie, in 10 bewegingen. Ook een relatief nieuw opvoedingsproject, komt van het zogenaamde groene boekje. Is ook een stukje aangepast, maar daar zal ik straks ook iets meer over vertellen. Dit is kort mijn voorstelling en introductie.
Eddy van de Velde. Ja, goedenavond allemaal. Ik ben Eddy van de Velde. Ik ben op dit ogenblik de algemeen directeur van de VZW Ignatiusscholen in Beweging. Dat is het schoolbestuur dat een twaalftal scholen heeft in Brussel en in de Noordoostrand van Brussel. Voornamelijk basisscholen, 9 basisscholen, maar toch ook 3 secundaire scholen, waarvan de laatste nu opgericht is op 1 september aan de Egiet van Broekhoven School. In een vroeger leven was ik directeur van Sint-Jan Bregmans College, het andere college dat we hebben in het centrum van Brussel. En ik was daar ook gedurende lange tijd leerkracht. Is dat voldoende om mijzelf voor te stellen? Ja, dat is goed, ja. Goedenavond iedereen. Mijn naam is Bruno Standaard. Ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur van GRS Belgium. GRS staat voor Jesuit Refugee Services. Dat is een organisatie die is opgericht eind jaren 70, begin jaren 80 door de generale overste van de Jesuiten, Pedro Arrupe, en in een kader dat we ons allemaal waarschijnlijk zullen herinneren, dat zijn de Vietnamese bootrefugees. Dat was eigenlijk de oorsprong van de oprichting van GRS Belgium. Wereldwijd zijn wij vertegenwoordigd in 58 landen. We hebben ongeveer 8000 vrijwilligers of mensen die bij ons werken. En wij dienen ongeveer 1,5 tot 2 miljoen vluchtelingen. In de wereld zijn er 117 miljoen vluchtelingen. Dus een fractie van die vluchtelingen eigenlijk dienen wij. Van GRS zijn er maar 5 woorden dat je moet onthouden. Voor de rest. Het eerste woord is vergezellen. Wat doen wij? Wij vergezellen de vluchtelingen. Dat is onze core business. Wij gaan daarmee op stap. Het tweede woord is dienen. Dan denken we aan humanitaire interventies. Bijvoorbeeld de Oekraïne-crisis. GRS Roemenië, die stond daar onmiddellijk aan de grens. Met dekens, met soep, met geneesheren, met verpleegsters enzovoort enzovoort. Eerder basishumanitaire hulp. Het derde woord is eigenlijk rechten verdedigen. Wij verdedigen de rechten van de vluchteling. Het mooiste voorbeeld van GRS Belgium dat wij ooit hebben kunnen doen, dat is als Theo Franke ineens besloot, of hij wou dat in ieder geval doen, om gezinnen met kinderen achter de tralies te steken, in detentie te steken. We hebben ons daar volledig tegen verzet. Kinderen sluit je niet op achter de tralies. Punt. En we hebben dat ook gehaald. Dus het gaat over rechten verdedigen. In België is onze focus op vluchtelingen voornamelijk in detentiecentra. Ik ga daar straks wat verder over spreken. In dat kader van rechtenverdediging doen wij ook aan monitoring van de detentiecentra om eens te beschrijven wie komt daar, hoe lang zit ze daar, welke nationaliteit, voor welke reden enzovoort. Geeft een goed beeld van wat dat daar eigenlijk in die detentiecentra precies gebeurt. Het vierde woord dat je moet onthouden is onderwijs, sensibilisering, opleiding. Je moet u dat gewoonweg inbeelden. Je zit in een vluchtelingkamp, 4000 vluchtelingen in Soedan. Je komt daaraan op 6 jaar en je verlaat dat vluchtelingenkamp op 20, 25 jaar. Als je geen onderwijs hebt gehad, dan zijt je eigenlijk een vogeltje voor de kat. En dan tuimelt je eigenlijk volledig in de armoede. Dus we hebben allerlei programma's om onderwijs te geven in die vluchtelingenkampen, gaande van lezen enzovoort, maar ook elektriciteits of bakker of slager of wat dan ook. Tot en met hoger onderwijs. Ja, hoger onderwijs. We hebben met de Georgetown University in Washington een online programma waar dat vluchtelingen van waar ook de wereld bijvoorbeeld een bachelorprogramma kunnen afleggen. Heel interessant. Eén van die vakken gaat over kunstgeschiedenis en wat leren zij daar over René Magritte. En het laatste woord is verzoening. En om dat goed te situeren, als je in de sloppenwijken van Amman bent en je bent een Syrisch vluchteling
eigenlijk uw echte droom is om terug te gaan, terug naar Aleppo of Homs. Dat is niet om in Jordanië of in Libanon te blijven, is terug te gaan. Maar je zult dan misschien wel terug moeten samenleven met uw buurman die een ander kamp heeft gekozen. Dus het aspect verzoening is ook een van de programma's die door GRIS internationaal worden uitgevoerd. Wij in België, zoals ik zeg, wij focussen ons enkel en alleen op detentie, terugkeerverwonningen, maar daarover later. Gerlinde. Ja. Ik zit hier voor het korfvak Community Service Learning. Dus er waren al een aantal experimenten rond Community Service Learning aan de Universiteit Antwerpen. Maar 5 jaar geleden is er de start gemaakt met een verbreding van toen de levensbeschouwelijke vakken waren naar de korfvakken. En de korfvakken hadden als doel om meer algemene vorming te bieden aan studenten, om hen ook over de discipline heen te laten kijken, om ja, te zorgen voor verbreding. Een van die vakken was Community Service Learning. Wij zijn gestart in het academiejaar 2019-2020. Ik weet niet of het jaar 2020 u nog iets zegt, maar we werden eigenlijk van in ons eerste jaar geconfronteerd met grenzen. Want begin maart 2020 ging alles op slot. En onze studenten moesten beginnen met een heel belangrijk deel van Community Service Learning, een praktijkervaring. Dus ja, dat was voor ons improviseren. Dat was er het beste van maken. En we hadden op het eind van dat jaar wel zoiets van, oké, als dit lukt, dan zullen de volgende jaren ook wel lukken. Dus praktijkervaring, essentiële componenten. Wij laten studenten aan de slag gaan bij een organisatie. Een organisatie die werkt met mensen aan de marges, met kwetsbare groepen. Allerlei soorten organisaties waarmee wij dus in gesprek gaan en die, ja, waar onze studenten dus gaan meedraaien. 40 uur minimaal meedraaien. Er zijn sociale kruidenier bij in de buurt van Antwerpen. Daar is een organisatie bij die werkt met mensen met een niet aangeboren hersenletsel, met verstandelijke beperking. Wij werken ook samen al enkele jaren met JRS, met Jesuit Refugee Service. Daar hebben we ook zeer mooie ervaringen gezien. Dus die praktijkervaring, studenten draaien mee. Dat is één component. Tweede component is de academische inbedding. De studenten lossen een nood op van de organisatie. Dus de organisatie zit met een probleem en de studenten gaan daarmee aan de slag. Hopelijk vanuit hun eigen expertise. Dat is niet altijd mogelijk. Dan worden ze ook gevraagd om creatief te zijn. En dus, ze gaan samen met de organisatie kijken naar die nood. Ze maken daar een onderzoekbare vraag van. En ze zijn daar dus een jaar mee bezig. Derde component, hè, u weet, alle goede dingen bestaan uit 3. Dus praktijkervaring, academische inbedding en reflectie. Wij vinden het ook heel belangrijk dat de studenten reflecteren over hun ervaring. Over wat ze doen, wat ze meegemaakt hebben. En we doen dat aan de hand van kritische incidenten. Dus iets dat gebeurd is tijdens de praktijkervaring kan iets heel kleins zijn, een gesprek, maar iets waardoor ze anders zijn gaan kijken naar de realiteit. Dat heeft doen nadenken. En daar gaan we dan in gesprek samen met andere studenten. Dus dat is eigenlijk wat wij doen bij Community Service Learning. We gaan samen met die studenten op stap een heel jaar en die studenten gaan samen met die organisatie op stap in een proces van co-creatie. Dus de bedoeling is dat ze van elkaar leren op een gelijkwaardige basis in een proces van wederkerigheid. En ook, heel belangrijk voor ons, en dat vinden we eigenlijk heel leuk aan het vak Community Service Learning, het zijn studenten van alle faculteiten. Dus daar zitten studenten geneeskunde samen met studenten rechten en ingenieurswetenschappen. En we zetten die samen in groepjes van 2, 3, maximum 4 studenten. En dan gebeurt daar ook iets magisch met die interdisciplinariteit. Dus dat ze denken van, oei, tja, die student denkt helemaal anders. Die zit aan dezelfde universiteit, maar die volgt een ander programma. En die denkt daar helemaal anders over. Ik ga het hierbij laten, op een aantal punten kan ik later nog verder gaan. Pieter de Witte, ik ben inderdaad deeltijds almoezenier in de gevangenis, in de hulpgevangenis van Leuven, voorheen in Mechelen. Dat doe ik nu 30%. Voor 70% ben ik werkzaam aan de faculteit, wel aan de Universiteit van Leuven, zowel aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Maar samen met mijn collega Geert-Jan
ben ik ook eigenlijk gebaseerd. Of we hebben ons bureau in het Leuvense Instituut voor Criminologie, dus we zitten een beetje overal. We zijn transdisciplinair, zal ik zeggen. Nu, met de Almoezeniersdienst hebben we op een bepaald moment beseft dat het bijzonder belangrijk is om een link te creëren met de universiteit. Die bestond eigenlijk al redelijk lang omwille van Achille Nijs, ik weet niet of mensen die hem zouden kennen, een almoezenier die tevens criminoloog was. Ik ben ooit Achille Nijs opgevolgd als vormingsverantwoordelijke binnen de Almoezeniers. En we hebben er toen voor gekozen om die band met de universiteit te bewaren. Waarom? Het is ongelooflijk belangrijk, en ik denk zowel voor de universiteit als voor ons Almoezeniers, om een soort uitwisseling te creëren tussen theorie en praktijk. Niet alleen hebben wij input nodig vanuit de universiteit, maar misschien belangrijker nog, de universiteit, en zeker dan voor de criminologie, hebben we ook input nodig van wat gebeurt daar nu echt in die gevangenissen. En de praktijkwerkers zijn daar vaak heel goed van op de hoogte. En dikwijls moeten wij aan studenten criminologie die al jaren les volgen over de gevangenis gaan uitleggen hoe dat eigenlijk een gevangenis in elkaar zit. Dat klinkt pretentieus, maar het is gewoon realiteit. Dan hebben wij dus toen het Centrum voor Religie, Ethiek en Detentie opgericht. En op een bepaald moment was er dan een call van service learning. En dan dachten wij van, zou het niet interessant zijn om eens studenten mee naar binnen te nemen in de gevangenis? We hadden al als almoezeniers ervaring met gespreksgroepen, mensen van buiten die we mee de gevangenis binnennemen. Maar wat als we dat nu eens academisch zouden doen in het kader van een vak? En die oproep van service learning was op dat moment eigenlijk een fantastische opportuniteit. We zijn dan begonnen als pilootproject. En dat is iets ongelooflijk geworden qua ervaring toen we daarmee begonnen. We dachten, er waren, laten we zeggen, 100 manieren waarop het fout had kunnen lopen, maar het is dus goed gelopen. En, het is eigenlijk vooral een ervaring geweest, en dat is ook het opzet een beetje geweest van het begin, om, het woord is al gevallen, om vanuit een gelijkwaardigheid samen na te denken over straf en over de gevangenis. Later is dat opgenomen in, dat moet ook wel gezegd worden, een leerstoel detentie, zingeving en samenleving, waarbij we proberen ook onderzoeksmatig eigenlijk bezig te zijn rond de vraag van, wat zijn we eigenlijk aan het doen met onze samenleving dat we mensen in detentie plaatsen, dat we die grenzen trekken, om zo te zeggen. Waarbij detentie vooral gaat over gevangenis, maar ook detentiecentra voor mensen zonder papieren. En toen daar een stuk onderzoek over, maar ook die onderwijsprojecten, want het zijn er nu meerdere geworden, die hebben daar een plaats. Dus, maar daar zal ik meteen ook wel wat meer over zeggen. Ja, voor het verde verloop ga ik recht staan, want dat is gemakkelijker om de sprekers te kunnen zien. We hebben al een mooi overzicht van een aantal heel concrete aangelegenheden waarbij dat onderwijs verbonden is. Jullie hebben iets minder over uw ervaring verteld, maar ik zou terug eerst willen naar jou gaan, naar Bob, omdat je, we hebben het hier onder meer over Ignatiaanse scholen, Ignatiaanse spiritualiteit, vormingsaspecten. Eigenlijk zijn er ook al een paar woorden aan bod gekomen, sociale inzet, reflectie enzovoort. Misschien kunt jij daar nog iets meer over vertellen, hoe dat op die grenzen staat eigenlijk. Ja. Ja. Ik denk dat de basis van heel ons onderwijs situeert zich binnen ons opvoedingsproject. En er is naar verwezen in de inleiding de Ignatiaanse pedagogie en 10 bewegingen. Op zich is dat een relatief nieuw opvoedingsproject. En, 12, 13 jaar geleden is dat hertaald, het toenmalige opvoedingsproject. En dat heeft een stukje te maken met de uitbreiding van ons onderwijsaanbod en het verder gaan dan het traditioneel jezuïetenonderwijs dat door heel veel mensen gekend is, de traditionele, de 7 jezuïetencolleges. Als je dan kijkt naar dat opvoedingsproject, dan het zijn dat 10 elementen die erin zitten, maar ik neem er gewoon enkele uit om aan te tonen hoe dat we daarmee aan de slag gaan. De kern van ons opvoedingsproject gaat over het vormen van bekwame, bewuste, bewogen jongeren.
Maar als je dan ook ziet van het netwerk is uitgebreid, er zijn nieuwe secundaire scholen bijgekomen, bijvoorbeeld een traditionele zorgschool met opleidingen verpleegkunde, zorgkunde en dergelijke. Ja, daar is dat bekwaam bewust bewogen, komt daar heel duidelijk aan bod, maar wordt daar op een andere manier ingevuld dan bijvoorbeeld in een klassiek, ik ga de oude onderwijsterminologie nog even gebruiken, een klassieke ASO-school. Magisch, een andere van de 10 bewegingen, het uitdagen tot meer. Ja, als je een professionele opleiding volgt, die opleidt tot een hulpverlener, een zorgverlener, is dat uitdagen tot meer, zit daar andere accenten in dan in een klassieke school. Ja, verder is het ook zo dat het verbreden van ons netwerk niet enkel zit in het verbreden van die secundaire scholen, maar ook het verbreden van de basisscholen. We komen vanuit een systeem dat de meeste secundaire scholen, niet allemaal, de klassieke colleges, een eigen lagere en of een eigen kleuterschool hadden. Maar er zijn best wel wat, vooral in Brussel en in Aalst, nieuwe basisscholen toegetreden tot ons netwerk. En dan vormt dat opvoedingsproject telkens opnieuw de basis om in gesprek te gaan. Maar we willen eigenlijk een stapje verder gaan als het over het opvoedingsproject gaat. Het feit dat daar nieuwe scholen bijkomen en die nieuwe scholen kijken kritisch naar dat opvoedingsproject, dan zijn er wel kritische reflecties die zeggen oké, ja, er zijn 10 bewegingen, maar we missen die 11e beweging bijvoorbeeld. En het is zeker niet zo dat wij vanuit CEBICO nu zeggen deze 10 bewegingen die liggen vast voor de komende 10 jaar. Doordat er nieuwe scholen zijn bijgekomen, doordat er een nieuwe dynamiek bestaat, gaat dat opvoedingsproject een gespreksonderwerp blijven. En blijft dat een stukje een dynamisch gegeven. Nu misschien nog één iets. De link tussen het opvoedingsproject en onze vorming en onze pedagogische begeleiding. Dus wij maken deel uit van de koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Maar we hebben er heel bewust voor gekozen om geen beroep te doen op hun begeleidingsdienst, maar onze eigen begeleidingsdienst. Dat is niet altijd makkelijk. Dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Dat leidt soms tot discussies, tot spanningen. Maar we zijn ervan overtuigd dat als we onze eigen begeleiding, onze eigen leerkrachten, door onze eigen pedagogische begeleiders kunnen laten begeleiden vanuit dat opvoedingsproject, dat we dan sterker staan. Dus dat wat pedagogische begeleiding betreft. En dan een derde component, de component vorming. Wij zorgen ook voor vormingstrajecten. We doen dat in de Oude Abdij in Drongen. Vormingstrajecten voor onze beginnende leerkrachten. Leerkrachten die 2 jaar in dienst zijn, 5 jaar. En leerkrachten die 15 jaar of langer in dienst zijn. En opnieuw vormt dat opvoedingsproject een stukje de basis. Dus eigenlijk is dat wel een stuk het fundament van waaruit dat we het werk doen, van waaruit we kijken naar een verbreding van ons aanbod, maar ook een fundament voor onze pedagogische begeleiding en voor onze vorming. En misschien nog één iets, ik vermoed dat nog wat aanwezigen dat niet weten, maar bijvoorbeeld in Aalst hebben we ook zowel een secundaire school als een basisschool voor buitengewoon onderwijs in ons netwerk opgenomen. En dat creëert ook nieuw, niet altijd makkelijk, maar, want we hebben daar niet zoveel expertise in, maar dat creëert een nieuwe dynamiek. En we zijn ervan overtuigd dat al die stappen ons helpen om ons verder te ontwikkelen en verder te groeien. En zoals u zegt, ja, de grenzen te benaderen en ja, op die grens gaan te staan. Ik weet niet of dat een antwoord is, Nicolas, op uw vraag. Om daarop verder in te spelen. Dus wat hij mooi aangeeft, is dat die grenzen van wat dat vroeger de 7 colleges waren, dat die verleggen en verlegd worden. Omdat natuurlijk ook de vraag van buitenaf komt. Het is niet alleen initiatief dat je verder opzoekt. Maar daar worden ook soms nieuwe keuzes gemaakt. En dan ga ik eigenlijk naar Eddy, omdat je daar ook kunt zeggen, en dat is het originele, denk ik, bij de Igiet van de Boekoverschool, dat je zegt als groep, ja, maar wij gaan ook een keuze maken voor een nieuwe school die vanaf zero eigenlijk wordt opgericht. Kunt je daar iets over vertellen? Welke keuzes heb je daar meegespeeld? Beschouwen jullie dat als ergens op de grens of wat dan ook? Ik ga even terug naar
Ja, hoe zal ik het zeggen, naar mijn vorige functie. Ja. Toen was ik directeur van Sint-Jan Bergmans College. Dat is ja, een traditioneel college, zoals al onze jezuïetencolleges eigenlijk, hè, waarbij alleen algemeen secundair onderwijs aangeboden wordt. Heel vaak dan, zeker in Brussel, in onze school, waren dat doorgaans klassieke richtingen. Ja. Op bepaalde ogenblikken, hè, zagen we toch veel leerlingen door onze handen glippen, eerlijk gezegd. Waarbij we moesten vaststellen dat wij daar wel heel veel energie in staken, hoor. Zeker wel, hè, die persoonlijke zorg, hè, ook een heel belangrijke beweging in ons pedagogisch project. Daar werd zeker heel veel aandacht aan geschonken, hè, om met die leerlingen toch die weg van groei te gaan. Hè, maar op een bepaald ogenblik moesten we die laten gaan. En dan dachten we toch op bepaalde momenten van, het is toch wel spijtig dat we eigenlijk met die leerlingen geen echt zesjarig traject kunnen lopen en dat we hen niet mee kunnen verder opvolgen. En ja, het is op dat ogenblik eigenlijk, hè, dat wij meer en meer beseft hebben van, als we een nieuwe school oprichten, dan moet dat een andere school zijn. Dan moet dat een school zijn waar dat we inderdaad leerlingen, hè, 6 jaar kunnen meenemen, hè, ongeacht wat er eigenlijk ook gebeurt op het traject van die leerling. En dan zijn we er gaan over nadenken en dan hebben we inderdaad gezegd, oké, we gaan een school oprichten waar die 3 onderwijsvormen, hè, ASO, TSO, BSO, effectief uitgebouwd worden binnen 2 domeinen, zodanig dat wanneer leerlingen interesse hebben in een van die domeinen, hè, dat wij die kunnen blijven, hè, een opleiding aanbieden gedurende 6 jaar en die kunnen blijven volgen. Dat vonden wij eigenlijk heel belangrijk, hè, dat we die verbreding konden realiseren. We hebben dan ook heel consequent, denk ik, op dat ogenblik gezegd van, ja, we gaan het ons niet gemakkelijk maken. Want we hadden natuurlijk even goed een school kunnen oprichten in Ukkel, hè, of in Sint-Pieters-Woluwe, waarbij dat wij misschien dreigden terug te verzanden in een, ja, in een school dat toch een beetje een beeld was van, of een evenbeeld was van onze andere colleges, weliswaar met andere onderwijsvormen. Maar we wilden echt wel gaan naar die plaatsen, hè, waar wij heel grote noden zagen. En dan dachten wij op dat ogenblik, hè, wat wij noemen, hè, de arme banaan van Brussel noemen we dat. Hè. Dat is een gebied in Brussel dat start in Anderlecht, over Molenbeek, gaat zo naar Schaarbeek en Sint-Joostenode. Waar heel veel uitdagingen zijn, hè, omdat er heel veel werkloosheid is, omdat er een heel grote ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs is van jongeren die daar wonen. Ja, omdat er ook heel veel migranten wonen, hè. Mensen met een andere cultuur, een andere religie, een andere afkomst. Waar er veel armoede eigenlijk ook is, eerlijk gezegd. Waar het gemiddeld inkomen, jaarinkomen, doorgaans rond ja, de 10.000 euro per inwoner ligt, of iets meer. Terwijl je op wandelafstand ook al snel in gemeentes komt, waar het jaarinkomen het dubbele is, of zelfs het driedubbele. En dan begin je wel vragen te stellen, hè, waar je die school wil oprichten. En dan hebben we inderdaad echt gezocht, hè, in dat gebied, in die arme banaan van Brussel. En zo zijn we natuurlijk op Molenbeek terechtgekomen. En ik denk dat we daar inderdaad op de grenzen zitten, eerlijk gezegd. Hè. Wij zien dat, hè, andere mensen zeggen dat ook. Hè. Het is heel spijtig dat ze dat zeggen, om eerlijk te zijn. Er zijn politici die zeggen van ja, ik reed door Molenbeek en ik dacht dat ja, ik ben niet meer in mijn eigen land. Of er is een Amerikaanse president die ooit zei van Molenbeek, hè, dat is de hellhole of Brussels. Hè. Nu, ik kan u zeggen, wij wanen ons niet in de hel. Hè. Dat is heel belangrijk. Hè. We kijken heel positief naar Molenbeek. Wij zien heel veel uitdagingen. Maar ook heel veel opportuniteiten. En dat is heel belangrijk, denk ik, wanneer je je op de grens bevindt. Hè, dat je een heel positief verhaal kan brengen. Dat je positief ingesteld bent. Hè. En dat is een heel belangrijk vertrekpunt, denk ik, wanneer je echt naar de grens wil gaan. Ja, dank je wel. Enerzijds zie je daar een mooie beweging van naar de grens te gaan, ook als school. Er zijn natuurlijk nog altijd andere scholen waar dat, die grens niet zo heel duidelijk is. Maar er zijn ook manieren om daar grenzen naartoe te brengen. Hè? En ik kijk dan een beetje naar GRS. Hè? Maar dat er bijvoorbeeld ook een
onderwijsproject is, een van de vijf accenten in GRS, en waar men heel expliciet naar onder meer jesuitenscholen gaat om daar de grenzen onder de aandacht te brengen. Kunt jij daar misschien iets over vertellen? Ik kan zelfs heel even over dat onderwijsprogramma spreken, maar ik denk dat het heel belangrijk is van... Ja. Dan even het verhaal van IRS en die grens voor een migrant die bij ons komt te situeren. Dus ik maak graag even beroep op jullie verbeelding om dat traject van zo'n migrant die naar België komt duidelijk te zetten. Wat ervaart hij? Van waar komt hij? Wat ervaart hij? Wat ziet hij als de grens? En wat doen wij als IRS eigenlijk op die grens? En ik vertel u in twee woorden het kleine verhaal van Fidel, die ik 6 maanden heb begeleid. Hij komt van de Ivoorkust en op 14 jaar ontdekt hij dat hij homoseksueel is. Hij wordt verstoten van de school en van zijn familie. Dat is een besmettelijke ziekte. Hij vlucht naar de hoofdstad. Hij komt terecht in prostitutie. Hij vlucht verder uit de prostitutie en komt bij 2 mensen terecht die hem uiteindelijk een thuis geven. Eerst is hij daar heel tevreden bij. Maar dan moet hij eigenlijk allerlei werkjes beginnen doen. En wordt hij gevoerd naar de Broesel. Daar wordt hij kindsoldaat. En ik ga u alle details besparen, maar het komt er eigenlijk op neer dat hij in een circuit terechtkomt, waar dat hij eerst moet toezien hoe dat meisjes verkracht worden, daar zelf aan deelnemen. En vervolgens heb je hetzelfde scenario met het doden van mensen. Dus wat zijn nou de kenmerken van dit verhaal? Want zo zijn er zo heel veel verhalen. Maar wat zijn de kenmerken? Ten eerste, de vluchtelingen waar wij mee in contact komen, die beslissen niet op een maandagmorgen, ik ga naar België. Dat zijn trajecten van 3, 4, 5, 6 jaar dat die eigenlijk al onderweg zijn. Het tweede kenmerk is, elk van hen die snakt absoluut naar iets menswaardig. En iets menswaardig, dat ligt eigenlijk niet zo ver van onze gevoelens. Dat gaat over vriendschap, studeren, werken, een hoopvolle toekomst, een gezin stichten, kinderen hebben, enzovoort, enzovoort. Maar die komen dan eigenlijk aan in België, het land van hoop en glorie, en die willen eigenlijk over die grens aan de grenspolitie. Maar ze worden eigenlijk in een detentiecentrum gestoken. Dus voor de vluchteling is de grens een lijn. Voor de overheid is de grens een ruimte. En dat is een detentieruimte. En in die ruimte worden ze gestoken. En die ruimte heeft een aantal karakteristieken. Eigenlijk niet zo ver van een gevangenis. Er zijn tralies. Ze krijgen 2 tot 3 keren de mogelijkheid om luchtje te scheppen. Het is een groepsregime. Ze leven met 6 tot 8 in een kamer. Ze kunnen niet werken. Dat is al een groot verschil met een gevangenis. Ze mogen niet werken. Ze krijgen ook geen opleiding. Dat gaat niet. En zij verblijven daar volgens de wet 2 maanden. Want de klok wordt wel systematisch teruggedraaid. Onze bevindingen zijn eigenlijk dat ze gemiddeld tussen 70 en 124 dagen, en dat zijn onze statistieken van 2022, de langste was 18 maanden, in een detentiecentra verblijven. Nu, wat doet IRS dan in die ruimte? Wat doen wij daar in godsnaam? De eerste zaak dat wij doen is... We zijn eigenlijk totaal machteloos. We veranderen niks. We veranderen dat detentieregime ook niet. De grondhouding van een IRS-bezoeker is eigenlijk niet die van redder, niet die van aanklager, niet die van Calimero. Dit orgaan is verschrikkelijk. Maar onze grondhouding is luisteren. Er zijn en luisteren. Luisteren, het is eigenlijk, een jezuïtische term zou de cura personalis zijn, hè?
er zijn voor die mensen. En je verplaatst je dus, het gaat dus verder dan goed luisteren en goed begrijpen van de woorden. Je verplaatst je in de andere om hem van binnenuit eigenlijk beter te verstaan. En zoals Piet van Bremen dat heel mooi zei, luisteren is het aanvaarden, waarderen en bemidden zoals je bent in zijn kwetsbaarheid. En het is zeggen, ik aanvaard je en ik geef nooit het gevoel, jij telt niet meer mee. En dat is precies wat detentie eigenlijk doet. Eigenlijk mensen anoniem maken, ze niet meer laten meetellen en ze anoniem op een vliegtuig zetten. Dus IRS luistert enerzijds en helpt in een begeleidingsproces om de toekomst eigenlijk te bepalen. Want het gaat dus niet, je mag niet meer terug, of sommigen zouden beter teruggaan, maar helpt in dat onderscheidingsproces met die mensen om dat traject door te nemen. Dus elk van die gedetineerden zien wij als iets uniek, de moeite waard om hier te leven. En wij willen in die ruimte een gespreksruimte creëren om wat ik zou noemen liefde en verbondenheid voelbaar te maken. Dat is eigenlijk wat dat we op die grensruimte doen. En daar getuigen wij, en nu maak ik de link, het is een lang verhaal, de link, maar daar getuigen wij ook in schoolprogramma's mee, of op universiteiten is dat dan wel horen, of in service learning met de universiteit Antwerpen. Ik ga dan naar Gerlinde, want jullie hebben ook een ervaring van service learning met de vluchtelingen. Kunt jij daar iets over vertellen? Het is eigenlijk al verschillend vanaf het eerste jaar CSL dat wij samenwerken met JRS. Er zijn denk ik ondertussen 7 studenten. 7 studenten sinds 2009. Ja, al langs geweest. En ja, het eerste jaar was, zoals ik zei, een jaar met voor onze studenten ook heel grote grenzen. Dus dat liep moeilijk, maar uiteindelijk is die studenten er toch in geslaagd om online een aantal dingen te doen en ook onderzoek te doen. We hebben nog verschillende studenten gehad. Vorig jaar hadden we er 4. En 2 van die studenten hebben gekeken naar welke barrières ondervinden vrijwilligers als ze naar een detentiecentrum gaan. En 2 andere studenten die hebben gekeken naar het project Plan Together. Dus die zijn meegegaan naar gezinnen met kinderen, omdat de vraag er was ook vanuit JRS, ja, maar we gaan die gezinnen bezoeken. En eigenlijk is de bedoeling dat we met de kinderen, met de jongeren zelf bezig zijn. Maar daar hebben we eigenlijk geen tijd voor, want er is zoveel te regelen voor die gezinnen, administratief, alles wat daarbij komt kijken. En eigenlijk vallen die kinderen, die jongeren, een beetje uit de boot. En dan zijn onze studenten in gesprek gegaan met een aantal van die jongeren, en proberen te luisteren van, ja, maar hoe gaat het eigenlijk met jullie? Wat zijn de problemen die jullie ervaren als jullie naar school gaan? Want die leerlingen, die jongeren, die gaan naar school. Dat is geen evident traject. En dus hebben we eigenlijk geprobeerd om te kijken van, ja, wat zijn daar obstakels? Wat kan daar verbeterd worden? En ze hebben ook een aantal aanbevelingen daar rond geformuleerd, ook naar JRS. Ik denk het interessante van wat onze studenten doen, is ze botsen op grenzen. Dat zijn vaak heel kleine dingen tijdens hun praktijkervaring. Vaak gaat het ook om communicatie. Hè. Want, ja, ze beginnen met heel veel goede moed en heel veel enthousiasme. En dan denken ze, oei, afspraken gemaakt worden en dat loopt niet altijd goed. Maar door de band zien we wel dat ze daar hun weg in vinden, dat ze ook met heel veel respect, en dat vind ik heel belangrijk, ook omgaan met de doelgroep. Dus met de mensen die kwetsbaar zijn, dat dat echt een luisterende houding is en de bereidheid om te leren. We merken ook bij de reflecties die we doen, dat studenten zichzelf ook wel tegenkomen en daarop grenzen botsen. Soms met dingen overop zitten en dat dan in de groep brengen, dat hoeft niet opgelost te worden, maar het feit dat erover gesproken kan worden, vinden wij zelf ook al heel waardevol. En misschien een van de dingen waar ik mee ga afsluiten, was een opmerking van een van de studenten
een van onze enthousiaste juryleden had gevraagd, zo wat is er nu blijven plakken van dat jaar? En een van de studenten had gezegd, wel, ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik dingen zomaar zou doen, gratis. En ik heb ontdekt dat ik dat met vrijwilligerswerk ongelooflijk veel voldoening geeft. Ik ga dat nog doen. En dan dachten wij, missie geslaagd. Er zijn nog andere plaatsen waar dat mensen opgesloten zitten en waar dat er ook service learning ervaringen zijn. Ja. Kunt jij daar iets over vertellen, van concreet wat dat jullie doen? Ja, ik kan daar net een beetje enigszins vaag omschrijven dat we zoiets doen, maar ik zal het misschien wat concreter maken. We zijn nu al het zesde academiejaar bezig. We zijn net gestart in Leuven Centraal met het vak gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Ik zeg het, is ooit begonnen als een pilootproject van service learning in 2017, denk ik. En we hebben het dan 2 jaar in Leuven Centraal laten doorgaan, 2 jaar in Hasselt, nog onderbroken door 1 jaar corona, dat niet is kunnen doorgaan natuurlijk. En nu zitten we weer voor het 2e jaar in Leuven Centraal. En wat doen we? Eigenlijk gaan we met 12 studenten van de KU Leuven, dat zijn mensen van verschillende richtingen, meestal rechten, criminologie, theologie, maar we hebben ook al filosofen, sociologen, psychologen. Dit jaar iemand van architectuur, die haar thesis maakt over gevangenisarchitectuur. Wow, een heel interessante groep mensen. Dat alleen al is eigenlijk wel boeiend, dat je al die mensen uit verschillende richtingen hebt. En dan gaan we een semester lang, iedere normaal maandagavond, dit jaar dinsdagavond, en gelukkig voor deze avond, het gaat op dinsdag door. Daar zijn dan 12 studenten ook, gedetineerde studenten, die ook het vak volgen. En met die groep van 24 volgen we, dat zijn dan 13 weken lang les. En mijn collega Geert-Jan en ik geven dan een stuk les. En voor een groot stuk, dat zijn eerder korte lessen, nog voordat de eerste mensen beginnen gapen, is het hoorcollege al voorbij geven, bedoel ik. En dan hebben we in kleine groepjes, ik geef altijd een discussievraag, en wordt er in kleine groepjes van 6, telkens 3 studenten van buiten en 3 studenten van binnen, gediscussieerd over een aantal vragen. En het thema van het vak is eigenlijk een soort ethiek van de straf. Van wat is eigenlijk een goede straf? Hoe zit het met de gevangenis? Is dat eigenlijk een goede straf? Enzovoort, enzovoort. Maar de fundamentele insteek van het hele gebeuren, ik heb het al benadrukt, we zijn met 24 studenten. En dat is die gelijkwaardigheid die we nooit bereiken, uiteraard, maar die we trachten te bereiken. Omdat onze uitgangsvraag was eigenlijk van hoe gaat de universiteit om met mensen achter de muren? Je kunt je voorstellen, een gevangenis, dat is een harde grens, hè, zoals je dat genoemd hebt. Meestal zagen we, worden mensen opgeleid om, of doen mensen voor het stage aan de universiteit. En dan zijn ze daar meestal als hulpverlener. Of ze doen daar onderzoek in de gevangenis. En in 2 gevallen wordt de gedetineerde gezien als ofwel een object van studie, ofwel een object van hulpverlening. Ja, maar altijd, hoe mooi hulpverlening ook kan zijn, maar je bent altijd in een relatie van bovenuit. Wij willen, en dat is ook een beetje onze ervaring als almoezenier natuurlijk, gedetineerden hebben ongelooflijk interessante dingen te zeggen. Dat zijn niet alleen mensen die al intensief te klagen over hun eigen situatie, dat ook natuurlijk. Maar het zijn mensen die kunnen nadenken, die analytisch kunnen nadenken, die geïnteresseerd zijn in dingen. En ja, we moeten het zien als subject van reflectie die iets kunnen bijbrengen aan de criminologische, filosofische, ethische, juridische reflectie over de gevangenisstraf. En dat is precies wat er eigenlijk gebeurt. Iedereen komt daar met zijn of haar eigen bagage, de rechtenstudenten met hun juridische expertise en eenzijdigheid, de criminologen met hun expertise en eenzijdigheid, de gedetineerden met hun perspectief, ruime kennis van het gevangeniswezen, maar ook hun eenzijdigheid. En dan beginnen ze met elkaar te praten. En dat is wonderbaarlijk wat er gebeurt. Omdat we heel hard inzetten juist op die gelijkwaardigheid. Op veel manieren trouwens. Alleen we doen
dezelfde manier selectiegesprekken. Er zijn altijd veel meer kandidaten dan we mensen kunnen laten deelnemen. De kamp van de universiteit zijn meestal 90 kandidaten voor 12 plaatsen. Ook in de gevangenis zijn er veel te veel kandidaten. We selecteren die op dezelfde manier. Ze moeten dezelfde papers schrijven, dezelfde opdrachten. Dan krijgen ze dezelfde lectuuropdrachten. We noemen ze ook dus allemaal studenten. En ook we hebben van de universiteit verkregen dat de gedetineerde studenten ook ingeschreven zijn, kosteloos dan wel, aan de universiteit. Dus die krijgen ook een creditcontract. Is eigenlijk ongelooflijk belangrijk. Meestal kunnen ze met dat credit niet zoveel. Maar het is voor velen ook wel een soort opstap om verder in hoger onderwijs, aan hoger onderwijs deel te nemen. Vaak zijn het al mensen die al in hoger onderwijs geïnteresseerd zijn, maar het is dikwijls ook iets wat een verdere stap kan laten zetten. We hebben in Leuven Centraal een paar jaar geleden mensen, een kort geding was het, ingespannen tegen de Belgische overheid, omdat ze geen toegang kregen tot de online leerplatform, zoals Toledo en zo. Ze hebben dat gewonnen en eigenlijk de rechter heeft min of meer de gevangenis verplicht om die laptops te geven en toegang tot de platformen. Nu, 5 van de 6 mensen hadden aan ons vak deelgenomen. Ik zeg niet dat dat onze verdienste is, maar het zegt iets over dat het toch wel ook een soort beetje agenda van empowerment heeft, laten we zeggen. En dat heeft, denk ik, met die insteek van gelijkwaardigheid te maken. Juist omdat het een heel harde grens is, zetten wij juist daar heel hard op in, op het doen vervagen van de grenzen, zou je kunnen zeggen. Die komen dan weer duidelijk tot uiting in de gesprekken. Want doorgaans zullen de gedetineerde studenten heel sterk vanuit hun eigen ervaring gaan spreken. Iedereen vanuit het eigen perspectief. Daar komen de verschillen weer naar boven. Maar op dat moment zijn eigenlijk de grenzen al voor een groot stuk vervaagd. En dat is eigenlijk wel het interessante van het project. Het zijn mooie voorbeelden van service learning. Die term is misschien niet door iedereen gekend. Het is wel een traditie die al 50 jaar langer bestaat, vooral in Noord- en Latijns-Amerika. Relatief recent is bij ons, daar juist hebt u het ook al aangegeven, met zo'n paar accenten, dat men gaat dienen in de maatschappij, mensen gaat daarin engageren, maar je blijft niet in het klaslokaal. En dat je uit die ervaring door persoonlijke ontmoeting, dat je gaat reflecteren en dat gaat je leren, zowel op academisch vlak, je ziet daar heel concrete academische aspecten die aan bod komen, ook op persoonlijk vlak en op maatschappelijk vlak. Dus om de brede maatschappij te leren kennen. Ja, en service kan ook gemakkelijk begrepen worden als we gaan hier eens even uit onze ivoren toren van de academie afdalen. En maar het gaat er meer over, of de service die wij willen verlenen aan gedetineerden, is het feit dat ze gewoon serieus genomen worden als gelijkwaardige gesprekspartners. En dat zijn ze. En dat is heel vruchtbaar. Zeg je dat dingen? Ja. Jerez, zoals dat je hebt gehoord, is nauw verbonden met de service learning al sinds 2019 of zoiets, 7 studenten. En we hebben ook een heel mooi pilootproject gedaan met de Universiteit van Leuven in Merksplas, waar we eigenlijk een gelijkaardige setting zetten. In plaats van naar pure detentie gaat het, pure gevangenis, gaat het met 14 studenten naar een detentiecentrum gaan. En daar wordt dan gereflecteerd over alternatieven van detentie. Een derde vorm van onderwijs is eigenlijk een onderwijsprogramma dat wij hebben opgezet via Jerez Europe. En dat ongeveer in heel Europa bij alle Jesuiten colleges is gegeven, zou ik zeggen. En dat noemen wij het project Change. En de kern van dat programma is eigenlijk met vluchtelingen. Dus we zien dat de ontmoeting met vluchtelingen met vluchtelingen gaan in de middelbare school en een reflectie rond kritisch denkende reflectie doen, eigenlijk een grote impact heeft. En wij simuleren daar
Dus bijvoorbeeld in het programma Change, dat zijn kinderen van, enfin, studenten van 13 tot 18 jaar. Dan simuleren wij bijvoorbeeld een dorp, waar dat een burgemeester is, dat is één jongen van de klas. En dan heb je de oppositie en de kruidenier en de ouderlingen. Dus wij simuleren een klein dorpje. En ze krijgen een uur tijd om een beslissing te nemen. Komt er hier nou een detentiecentrum, ja of nee? En het leuke is, ze geraken er nooit uit. Maar het is in de discussie en het horen van welke zijn de argumenten die ze voorbrengen, die kritische reflectie daar rond, dat er eigenlijk veel wordt geleerd. Ik ga dan inderdaad naar de scholen, hè, want we spreken over service learning aan de universiteiten, dat al zo lang bestaat. Maar bestaat al lang in de middelbare scholen, hè, onder meer bij het sociaal project. Hè. En ik weet bijvoorbeeld uit ervaring, hè, dus dat in Latijns-Amerika bijvoorbeeld alle middelbare scholen van de Jesuiten die hebben service learning. Maar ik, maar ik wil even aansluiten op wat Bruno net gezegd heeft. Het Change-project als dusdanig, ook binnen onze scholen, is daar veel interesse voor. We hebben vorige week met uw directeur en enkele medewerkers van GRS overleg gehad, samen met onze directeurs van onze secundaire scholen, om te kijken hoe kunnen wij dat nu binnen onze scholen implementeren en dan inderdaad uit de klas stappen, om het zo te zeggen. Het interessante voor ons is dat afhankelijk van de schoolcontext, dat programma op een verschillende manier kan geïmplementeerd worden. En er zijn scholen die op dit moment zeggen, we zien daar wel iets in. We zien wel iets in die simulaties, we zien wel iets in een getuigenis, maar we willen niet verder gaan. Terwijl er andere scholen, op dit moment zelfs al, het Jan van Rusbroek College bijvoorbeeld, die leerlingen doorlopen in de richting humane wetenschappen, een heel programma en finaal gaan zij in plaats van een studiereis naar Rome of Griekenland, gaan zij naar Calais. En hebben zij daar echt de ervaring om met vluchtelingen in Calais aan het werk te gaan. En ja, ik hoef jullie niet te zeggen dat dat echt wel het naar de grens gaan is. Niet enkel voor die leerlingen trouwens, ook voor die leerkrachten. Dus uiteindelijk, de meeste jongeren die kiezen opleiding leerkracht om in een klas les te geven. Maar die leerkrachten begeleiden in dit geval die leerlingen om samen met hen naar Calais te gaan en daar samen met vluchtelingen te werken. Dat is één voorbeeld. Andere voorbeelden inderdaad waar u naar verwijst zijn onze sociale projecten. En die kunnen heel divers zijn, maar ook daar stappen we uit de klas. En dan een derde element, doordat ons onderwijsnetwerk is uitgebreid en we niet enkel ASO-onderwijs hebben, maar ook TSO en BSO-onderwijs. Ja, die leerlingen die doen stage. En wij kunnen nog een beetje de schoolcontext bepalen, alhoewel dat de diversiteit ook heel erg is toegenomen. Maar als een leerling op stage gaat binnen bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een woonzorgcentrum of binnen een ziekenhuis, ja, wij kunnen niet, of onze directeurs kunnen niet bellen van alsjeblieft, morgen komt er een eerstejaarsleerling, zorg dat er alleen maar makkelijke situaties zijn. Daar komen zij per definitie met grenzen in contact. En dat is zeer verrijkend. En eigenlijk, en dan verwijs ik een stukje naar IGIT, onze nieuwe school, we hopen daar ook wel dat het feit dat die verschillende leerlingen bij elkaar zitten, dat ze elkaar daar ook in kunnen versterken. Ik wil nog één ding toevoegen. Het feit dat wij naar de grenzen gaan op een aantal vlakken, betekent ook dat we wel wat van onze leerkrachten verwachten. Dus de rol van een leerkracht nu kan je niet meer vergelijken met de rol van een leerkracht een aantal jaren geleden. De voorbeelden die ik net geduid heb, die bevestigen dat. Maar ook het feit dat onze leerlingenpopulatie, ook in onze klassieke colleges, veel diverser wordt. Eigenlijk de complexiteit van die kinderen en hun situatie neemt toe. Dat betekent dat onze leerkrachten veel meer doen dan enkel maar lesgeven, maar ook begeleiden, ondersteunen, coachen en ook heroriënteren. En dat
in een spanningsveld met het kwalitatief hoogstaand onderwijs waar we voor staan en waar we voor blijven willen gaan, dat is een hele uitdaging. Ja, ik zou er nog iets willen aan toevoegen eigenlijk. Bob heeft het eigenlijk al gesuggereerd. Ja, we spreken hier over het sociaal project en ik heb er zeer veel meegemaakt, ja, in het verleden. Maar ik zou bijna durven zeggen, het is misschien een boutade, maar ja, de school die wij nu opgericht hebben, is een sociaal project. En dat is, dan zitten we in een heel andere modus, denk ik eerlijk gezegd. We hebben het eigenlijk ook van in het begin eens over een stuk gezien. Hè. Natuurlijk is het een school en willen wij daar kwaliteitsvol onderwijs brengen. En staat dat onderwijs, ja, misschien op de eerste plaats, maar tegelijkertijd, ja, voelen wij dat we daar een maatschappelijke opdracht hebben, eerlijk gezegd. En dan zien we inderdaad, hè, dat er in de maatschappij toch wel wat noden zijn, hè, om aan, ja, echte samenlevingsopbouw te doen, eigenlijk. En dan zien we de school, zoals Bob eigenlijk ook al gesuggereerd heeft, hè, als, ja, een beetje een oefenplaats. Om mensen, hè, die in heel veel zaken van elkaar verschillen, ja, te leren samenleven. Ik zeg het nu een klein beetje cru, maar ja, allez, er is op dit ogenblik niet direct de nood om, hè, die stap bijvoorbeeld te zetten naar vluchtelingen, want we hebben ze zelf in huis. Hè, voilà. En we hebben die verschillen in huis. En het is een heel grote opdracht, eerlijk gezegd, om er te leren mee omgaan. En om er stappen vooruit in te zetten. Het is misschien een beetje gek wat ik nu zeg, maar er wordt af en toe ook wel eens een geromantiseerd beeld opgehangen van naar de grenzen gaan. Wij hebben dat gevoeld met deze school bijvoorbeeld. Hè. Er was enorm veel media-aandacht, hè, voor die school, hè. We hebben ook helemaal geen problemen gehad om het kader vol te krijgen, hè, met leerkrachten. Ze zagen het als een heel boeiend project, een nieuw project, waar ze zelf heel wat initiatief konden innemen, waar ze zelf mee konden aan bouwen. Hè, terwijl in andere scholen, hè, die wij hebben, er vaak leerkrachten tekort zijn. Hè. Maar je ziet dan toch heel snel ook, hè, dat de realiteit ook wel ontnuchterend kan zijn. En dat men ook al heel snel voelt van, och ja, ik bots hier op een aantal grenzen. Hè. Je zit in het grensgebied en je weet, hè, je hebt grote idealen soms. Hè. Je wil dingen bereiken. Hè. Bijvoorbeeld heel concreet, hè. Ja, we gaan die leerlingen 6 jaar meenemen. Hè. No matter what happens, hè, we nemen ze 6 jaar mee. Hè. Na 6 weken hoor je al eens die leerling daar geen sprake van dat hij meegaat op de klassendagen. Hè. No matter what happens. Ja, je ziet daar direct al, hè, met de grenzen. Hè. Dus dat is wel een hele uitdaging, eerlijk gezegd. Maar we zien het op dit ogenblik. Hè. Ik denk zeker dat wij ook in de toekomst nog andere stappen gaan zetten. Want de school is een school waar we de wereld binnenhalen. Hè. Maar we willen ons ook echt wel nestelen in die wereld daar. En in die omgeving. We willen er deel van uitmaken. En dat ontbrak wel eens in onze traditionele colleges, laat ons zeggen. We doen dan wel een beroep, hè, om een aantal dingen binnen te brengen. Maar we moeten toch ook durven de deuren wat meer opengooien, eerlijk gezegd. En oog hebben voor wat er allemaal rond onze scholen, hè, aan het gebeuren is. Dat is heel belangrijk, denk ik. En dat is wel de uitdaging die wij opgenomen hebben in Molenbeek. Hoe ervaart jij dat soort spanningen hier aan de universiteit bijvoorbeeld? Je zit hier ook in een grotere, ja, grotere context van diversiteit dan bijvoorbeeld aan de KU Leuven. Wel, het is altijd spannend als we beginnen. Het zijn andere soorten spanningen die we hebben. Hè. Dus ik denk, wij hebben het privilege met CSL, het zijn studenten die ervoor kiezen. Dus dat betekent dat daar studenten zijn die gemotiveerd zijn, die ervoor gaan. En ja, dat is geweldig. Dat is een luxe, die is niet te beschrijven. Zitten er spanningen in? Natuurlijk wel, hè. Verwachtingen.
van zowel de organisatie als van de studenten die anders kunnen zijn. En dat soms wel eens botst. Ik verwees al naar communicatie die misloopt. Dat gebeurt ook. Het is niet altijd evident. Het is natuurlijk ook, we vragen veel van de studenten. Het is intensief. We vragen ook wel wat van de organisaties, want het is elkaar zoeken. En elkaar meestal ook wel vinden. Maar soms is dat traject moeilijk. Een student ook die heel gemotiveerd was voor haar traject, maar het onderzoek kwam maar niet van de grond. En ze wou, en het ging niet. Omdat de begeleiding met de organisatie niet zo goed. Dus zeker dat gebeurt. Maar we zeggen ook altijd tegen onze studenten, het mag mislopen. Als er zaken zijn die niet gaan zoals gedacht, of dat je op jezelf botst of zo, fouten tussen aanhalingstekens, dat zijn eigenlijk je belangrijkste leermomenten. Daar leer je het meeste van. En dat merken wij ook wel. Dat merken we ook zeker bij de kritische incidenten die aangedragen worden van, ah ja, ergens iets aan misliep. Daar hebben studenten achteraf het meeste van geleerd. Spanningen ook, hè. Verschillende disciplines die we samenzetten. Dat is heel interessant, maar ook dat botst wel eens. Ook juist omwille van andere verwachtingen. Ze moeten samen een onderzoek doen. Er zijn studenten die daar ervaring mee hebben, studenten die daar geen ervaring mee hebben. Dat is ook zoeken. Nou ja, de ene trekt dan meer, de andere zet dan andere talenten in. Dus het is een zoektocht. Maar op zich, over het algemeen, ben ik eigenlijk wel een heel gelukkige docent van het vak, moet ik bekennen. Het zijn creatieve spanningen, hè? Dat is juist op de grenzen. De creatieve spanningen, enerzijds met die persoonlijke ervaringen van service learning of van het sociaal project, dat kadert binnen een visie van persoonsvorming heel vaak, hè, waarbij dat de student, de leerling, in aanraking komt, zichzelf leert kennen. Hè, dus je hebt een heel persoonlijk aspect, dat die ook meer de maatschappij leert kennen. Maar er is zo'n soort van sprong die gemaakt kan worden van de persoonlijke contacten die er bestaan, de persoonlijke ontmoetingen, naar structurele veranderingen in de maatschappij die leiden tot meer rechtvaardigheid, tot meer gelijkheid, tot meer solidariteit. En er zijn al een paar voorbeelden gegeven. Hè? Het voorbeeld dat jij zojuist hebt gegeven van, hè, waarbij dat, de toegang tot Toledo, hè, dat platform, toegestaan werd. Het voorbeeld dat jullie gegeven hebben, dat is dan minder bij service learning, maar dan wel met de organisatie, hè, dat je oppositie kunt inrichten en gewonnen hebt dat kinderen niet opgesloten kunnen worden. En dan heb je natuurlijk ook structurele veranderingen door een keuze te maken van een school in een hele andere plaats te plaatsen. En daar echt een structurele beslissing te nemen. Zijn er nog andere voorbeelden of in hoeverre speelt die van die persoonlijke naar die structurele verandering mee in de keuzes of in de het aanbod dat aangegeven wordt? Ik ga u, ik zal niet zeggen u tegenspreken, maar misschien iets anders zeggen. Ja, dat mag. Nee, ik ga u tegenspreken. Dat is goed. Het eerste jaar dat wij ons vak deden, dan hadden wij samen met alle deelnemers een manifest geschreven. Ja, over de gevangenis en wat dat dan plechtig overhandigd aan de minister Koen Geens, die naar onze afsluitende ceremonie was gekomen. Dat manifest is besproken in de Kamercommissie Justitie. En we dachten van dat we de wereld veranderd hadden. Tot we het jaar nadien opnieuw de problemen van het gevangeniswezen bespraken. En ze waren nog altijd dezelfde. En ik ben zelf misschien pessimistischer geworden over structurele gevangenen in mijn sector. Ja. Maar goed, dat is. Ik ben een vrolijke pessimist op dat gebied. Er was op een bepaald moment in onze eigen reflectie, met mijn collega en ik, over ons vak, het besef van, ja, kijk, goed, uiteindelijk gaan we toch niet de wereld veranderen. Maar wel een aantal mensen veranderen. Maar dat is niet onbelangrijk, omdat die mensen natuurlijk die in ons vak zitten, dat zijn de mensen binnen criminologie en rechten die al bijvoorbeeld in
gevangeniswezen, respectievelijk strafrecht geïnteresseerd zijn. Ja, en die misschien rechters, gevangenisdirecteurs, procureurs en zo worden. Dat is natuurlijk het mooie aan onderwijs, dat je bezig bent met een generatie mensen iets mee te geven. Dus ik denk dan weer op lange termijn dat je wel iets doet, maar je weet nooit wat je doet. Ja, dus, en dat is ook in zekere zin een ontnuchtering geweest, want je gaat altijd voor... Ja, we zijn wel eens in de krant en op de radio en dit en dat, maar ja, je weet niet wat je doet en je weet niet wat je teweeg brengt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat mensen die... En ik kan me dat ook voorstellen als je zo'n school in, en nu hebben jullie 100 leerlingen, dan elk jaar komen daar 100 bij. En uiteindelijk ga je eens, ik weet niet wat het doel is van de grootte van de school, maar toch, je gaat hele generaties iets kunnen meegeven. En dat is... Ja, dat is structurele verandering. Allee, maar waarvan dat je niet weet hoe ze er gaat uitzien, natuurlijk. Maar, allee, ja. Maar ik denk toch ja, dat we dat allemaal op ons niveau kunnen doen. Hè. Dus ik hoor hier toch overal dat cruciale woord van verbinding. Ik heb dat hier gehoord, ik heb dat bij u gehoord. Hè. Het is die cultuur van verbinding, denk ik, hè, die wij echt moeten installeren, eigenlijk, bij wijze van spreken. Hè. En dan gaan we de grenzen, hè, gaan we even... Laat de grenzen en bouw bruggen. Dat is heel belangrijk. Ja? En dat is wat jullie eigenlijk allemaal doen, wat wij ook proberen te doen. Ja, en als je echt die cultuur van verbinding kunt installeren, als je probleemsituaties, conflictsituaties, hè, vanuit een duidelijk kader waarin inspraak, waarin participatie een rol kan spelen, hè, uitbouwt, hè, dan denk ik, dan zetten we stappen vooruit voor de samenleving ook. Dat werpt wel zijn vruchten af. Inderdaad, dat kunnen soms kleine dingen zijn, dat kan traag gaan, dat klopt. Maar ja, je bent er wel mee bezig, eerlijk gezegd. En dat is wat we moeten doen, denk ik, en blijven doen. Ja. We gaan stilletjes aan naar het einde van het gesprek. De vraag die ik zou willen stellen is zo iets misschien dieper. Of wat is jullie begeestering? Met andere woorden, waarom zou je persoonlijk zelf blijven doen wat je aan het doen bent? Of anders geformuleerd, wat zou je toewensen aan iemand anders om dat ook te doen? Vanuit welke geest of wat is de drijfkracht om... want er zijn zoveel eenvoudige zaken van gewoon les te geven in een aula... liefst niet digitaal, want dan heb je geen digitale problemen en dan geef je gewoon je les. Of hetzelfde in een klaslokaal in de middelbare school, waarbij dat je zogezegd minder problemen hebt, hè, dan leerlingen erop uitsturen om in de wereld te gaan. Dus wie wil daar iets over zeggen? Ja, ik vind eigenlijk werken met mensen altijd heel verrijkend, eerlijk gezegd. Ik bedoel, ongeacht de problemen die je tegenkomt, als je met mensen aan de slag gaat, als je in dialoog gaat met mensen, dan voel je toch dat er iets heel sterk groeit. En daar put ik altijd heel veel voldoening uit, eerlijk gezegd. En dat vind ik eigenlijk belangrijk. Het belangrijkste, laat ons niet steriel bezig zijn, maar gewoon dat de mensen toestappen. Eigenlijk doen we het niet voor anderen, maar vooral ook met anderen. Dat is toch uiteindelijk de nuance die ook op een bepaald ogenblik in ons project gelegd is. Ik denk dat door Pedro Arupe was, ik niet vergis. Hè, maar niet alleen voor anderen, maar vooral ook met anderen. En het is dat mij toch heel veel voldoening schenkt, eerlijk. Ja. Ik hoor heel dikwijls zeggen dat onze leerlingen... later het verschil kunnen maken. Ik denk dat dat klopt. Maar ik denk dat ze nog meer het verschil kunnen maken als ze bepaalde dingen ervaren. En daarom vind ik het persoonlijk belangrijk om met onze scholen samen te bekijken waar kunnen wij inderdaad grenzen verleggen, zodanig dat onze leerlingen dingen kunnen ervaren en het niet alleen... onderwezen krijgen of van horen zeggen, maar het daadwerkelijk ervaren. Daarom vind ik het effectief de moeite om die stappen te blijven zetten.
Wat ik het mooie vind aan het IRS-project, dat het een verhaal is met vluchtelingen en niet over vluchtelingen. Dus het is samen met hen op stap gaan. En dan meer naar de vorming toe, vind ik het belangrijk dat we met die vluchtelingen de jeugd vormen. Dat is de toekomst. En ze door de ervaring met vluchtelingen een ander perspectief te geven, met het zicht op een gastvrije samenleving, een sociaal rechtvaardige samenleving. Dat is mijn motivatie eigenlijk. Mijn inspiratie voor een stuk teruggaat op een jezuïet die ongeveer 20 jaar geleden overleden is, Chef van Gerwen. Hij was ook voorzitter van UZOS, Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking, waar ik nog altijd bij betrokken ben. Ik denk wat CSL doet, is iets wat een universiteit moet doen. Zo eenvoudig is het. Ik vind dat een universiteit bezig moet zijn met sociale rechtvaardigheid. Dat ook in de vorming opnemen voor de studenten, voor het personeel. Dat is een essentieel deel van wat een universiteit zou moeten zijn. Ja, ik heb het al gezegd, het is een beetje voortgevloeid, ons project vanuit de Almoezeniersdienst onrechtstreeks. En een van de krachtige ervaringen die ik heb in de gevangenis, in mijn pastoraal werk, dat is, dat wil zeggen, een tas koffie krijgen van iemand. Wij mogen op cel gaan, dus ze mogen ons van alles aanbieden. Allee, echt van alles, maar we mogen niet alles aan. Maar, dus vaak bieden ze dan een tas koffie aan, vaak echt heel... Ik dan slechte koffie, maar allee, bedoel, ik neem die altijd aan, omdat het gewoon ongelooflijk belangrijk is. Allee, ik heb dat beseft van daar op zoek gaan, dat is mensen de gelegenheid geven om gastvrij te zijn voor mij. En om betekenisvol te zijn en om dat koffie te kunnen geven. Dus ik moet dat niet komen geven, ik mag dat ook komen ontvangen. En hun de mogelijkheid geven om te geven. En dat is zo, eigenlijk is dat de inspiratie ook voor dat vak. Van, ik kom daar niks geven aan die mensen. Ik ben hun eigenlijk een gelegenheid aan het brengen om betekenisvol te zijn. Want het is niks ellendiger als betekenisloos zijn. En natuurlijk, gevangenis is voor een stukje mensen veroordeeld tot een soort betekenisloosheid. Ik kan niks niet meer doen voor mijn familie, enzovoort enzovoort. Ja, dus het geven van de mogelijkheid om... Ja, dat is eigenlijk de service van service learning die we aan gedetineerden geven. Dat zij een service kunnen geven. Allee, en want zo zitten wij in elkaar, allee, als mensen. Dat we betekenisvol willen zijn. Dus ik denk, dat is het een beetje. Ja, dankjewel. Ik zal misschien ook daar zelf op antwoorden. Want ik ben ook bij service learning betrokken. En dat vertrekt ook van concrete ervaringen. Onder meer bij clochards in Parijs. En je beschrijft dat heel goed. Dat is op dezelfde manier. Je zit daar samen in een metro. En je kunt daar de grote problemen niet oplossen. Maar daar ontstaat iets. En je leert daaruit. En ik woonde ook in een huis. Waar dat er clochards woonden. En waar dat ik heel wat geleerd heb. Gewoon op menselijk gebied. Maar tezelfde tijd is er de motivatie om toch ook aan structurele veranderingen te werken. Ja. En dat is natuurlijk het mooie dat we kunnen doen, denk ik, met dat jullie doen in de middelbare school. En dat wij dan doen in het hoger onderwijs. Dat je het hoger onderwijs qua structuur ook voor een stuk kunt veranderen. Zoals dat jij zegt ook, hè, dat is iets wat we moeten doen. En de inspiratie daarbij is ook van Schumann, hè, de grote Europeaan, die dat ene zinnetje heeft dat altijd maar herhaald wordt, dat je Europa niet gaat opbouwen op basis van grote structuren, maar van hele concrete stappen van solidariteit. Ik denk dat we met dit soort onderwijs, als we dit hier in het onderwijs kunnen krijgen, dat we daar ook heel concrete stappen van solidariteit teweeg brengen, die hopelijk de wereld kunnen veranderen. We zijn dan aan het einde gekomen van ons panelgesprek. Er waren geen vragen voorzien, maar
We zijn een kleine groep en het voordeel van een kleine groep is dat er toch een receptie is. En daar kun je uitvoerig praten met de gasten. Dat was het opzet, geloof ik ook. En dan kunnen we ons haasten naar de receptie. Dan moeten we die niet laten koud worden. Maar ik dank jullie en in de eerste plaats al de sprekers voor hun getuigenis en voor hun input. En dank aan de aanwezigen om hier aanwezig te zijn en verder met hen ook in debat te kunnen gaan. Hartelijk dank.